Ruud, terugkijkend op het duel van afgelopen zondag tegen Jong Ajax. Dat moet een heel fijn gevoel zijn dat je gelijk de eerste wedstrijd weet te winnen met 2-0. Ja, sowieso. Je wil de eerste wedstrijd, wat je al zegt, zeker thuis met je supporters, wil je goed voor de dag komen. Je weet nog niet waar je staat, maar als je die weet te winnen en je zag ook in de afloop wat dat doet met een team, dan is het altijd prettig en ja, dat geeft wel voldoening. Naast de doelpunten, waar ben jij nog meer tevreden over wat je hebt gezien? Nou, dat we steeds, zag je ook wel een beetje soms in wedstrijden in de voorbereiding, dat we toch als een collectief en als een team en wat herkenbaar speelt naar de mogelijkheden en ja, dat hebben we wel gedaan. Ook wel de energie die in het elftal zat. Ja, en zo moet je dat eigenlijk trachten elke wedstrijd. Dus ja, daar ben je wel tevreden over. Ja, dan breng je een half uur voor tijd Thomas Verheid in het veld. Dat is waarschijnlijk ook om een beetje die 2-0 te forceren. En dan lukt dat ook. Was het ook een beetje het plan achter de wissel? Nee, nee. Nou, het plan was mede. Maar we hadden afgesproken dat hij een kwartier zou spelen eigenlijk. Maar gezien dat Tyrese ja, toch wel problemen kreeg op medisch vlak, heb ik gevraagd en gezegd, Thomas, als je iets langer kan en je gaat het op die manier invullen, moet het kunnen. Ja, het zou natuurlijk mooi zijn als hij natuurlijk die wedstrijd op slot zou doen. Nou, dat heeft hij ook gedaan en dat is ook heel leuk om te zien. Maar het is ook wel, je ziet ook dat we ook iets anders spelen met hem. Je hebt een aanspelpunt, andere spelers gaan daardoor dus ook weer reageren op een andere manier in het veld. Dus dat was heel goed en heel leuk om te zien. En ja, ik ben ook blij, want dan is die wedstrijd ook zeg maar in de slot. Ja, is zeg maar een half uur wat eigenlijk al een beetje uit de nood is ontstaan. Dus ook wel een beetje op dit moment het maximale wat Thomas kan spelen. Of zou hij ook al langer? Ja, we zijn elke keer bezig met onze fysieke trainers om hem natuurlijk op te trainen. En ja, dat moet dan blijken. Kijk, je kan wel aan een speler aangeven die voor het eerst voor ADO speelt en thuis. Van nou, blijf daar aanvallend, niet te veel pressie in momenten. Maar ja, dat zit in hem. Maar we moeten kijken hoeveel minuten hij weer kan gaan maken. En ja, het belangrijkste is dat hij steeds sterker wordt. En ja, daardoor dus zich ook steeds beter gaat voelen. Achterin hou je de nul. Heb jij ook complimenten aan Luc Koopmans, maar ook aan de verdediging kunnen maken? Ja, sowieso. Als je hebt kunnen zien dat Luc Koopmans heeft toch wel twee ballen verijdeld. Want we gaven zeker vanuit, toen we gingen switchen in de spelwijze, gaven we toch wel wat mogelijkheden weg. Maar als je dan de nul houdt, maar ook de rest van het team. Eerst zelf hebben we eigenlijk heel weinig weggegeven. Ja, dan geef je wel de complimenten, want daar heb je eigenlijk heel het team bij nodig. Tegen een voetballend jong Ajax. En dat is eigenlijk nu ook met Volendam. Dat heb je nodig dat je met elkaar ja, op elkaar kan bouwen. Ja, dan na afloop dat feestje met supporters. Hè, dat moet, ja, in de regen. Mooi gezichten hebben ja, gegeven. Ja, sowieso. Je bent blij dat de supporters er weer zijn. En ja, dat was mooi om te zien. En ja, goed. Ja, dat geeft ook aan het enthousiasme. En ja, ik noemde het wel eens, we hebben wat afleiding, omdat het nu eindelijk weer over voetbal gaat. Maar het is mooi om te zien. Dat zou je eigenlijk elke week willen. Maar we weten ook wel dat het ja, ook wel wisselvallig kan gaan met een hele lange competitie. Ja, morgen de volgende competitiewedstrijd alweer voor de deur. Volendam uit. Wat vind jij de sterke punten bij Volendam? Nou, Volendam heeft natuurlijk als doelstelling dat ze natuurlijk mee willen doen om promotie. En ja, die hebben ja, toch wel kwaliteit. Als je de topscorer van vorig jaar van de kampioen binnen kan halen met 40 goals of iets meer, ik weet het niet. Ja, dat zegt ook iets over hun mogelijkheden. En ze hebben zich toch ook wel wat versterkt. Er is een goed voetballend team. Maar ja, desalniettemin willen we daar heel graag van winnen. Maar ze hebben natuurlijk wel de kwaliteit om combinatiespel ook met snelheid. En er komen ook wat jongens terug, dus ze hebben een iets bredere selectie. Maar ja, nogmaals, wij gaan van onszelf uit en proberen daar zo goed mogelijk voor de dag te komen. Nou, wat verwacht je voor soort wedstrijd dan? Nou, ik verwacht wel, dat hadden wij ook. Als je de eerste wedstrijd thuis speelt, zoals Volendam nu doet, verwacht je wel dat ze ook willen, zich willen laten zien voor hun supporters. En
ja, dat ze ook heel aanvallend willen spelen. Zo ken ik Volendam ook wel. En nou, dat gaat misschien een leuke wedstrijd geven. Met ja, dat het misschien echt op en neer gaat worden. Maar aan de andere kant hebben we ook wel soms best wel volwassen gespeeld vorige week. Moeten we aan vasthouden. En ons ook helemaal niet van de wijs laten brengen wat daar allemaal gebeurt. De wedstrijd in Volendam zal worden gespeeld met een vol uitvak. Dat moet ook voor de spelers, maar ook voor jou en de technische staf ook wel een iets ja, moois zijn, toch? Dat is hartstikke mooi. Ze kunnen weer naar uitwedstrijden. Ik heb het gezien, ik ben zelf naar Eindhoven Volendam geweest. Volendam had ook een uitverkocht uitvak. Ja, dat geeft alleen maar een stimulans en een motivatie. En ja, ik hoop dat we dat ook terug kunnen betalen. Maar we zijn er heel blij mee dat we onze supporters mee kunnen reizen. Dus ja, dat is een goed, zeker als je daar het veld op komt. Nou ja, ze maken genoeg herrie, dus ja, daar zijn we heel blij om.